Yo mensen, dit is Sony Boy hier, straight van O-Game, van zijn slaapkamer, zittend niks te doen, en ik laat jullie zien hoe je de Galaxy Toolbar met de add-on moet gaan, op je PC moet gaan zetten, en ook hoe je het moet gaan gebruiken. Dat is heel simpel, want ik was er een hele dag mee aan het stoeien. En ik heb het voor mezelf fucked up gemaakt. Dus ik ga ervoor zorgen dat het bij jullie niet gebeurt. Ten eerste heb je een Galaxy Toolbar account nodig. Dat gaat heel simpel. Waar ik net, net fout ging. Moet je daarop klikken. En dan, bij deze heb ik nog geen account. Dus dan kan je hier zien. Ga je naar de taal die je wilt kiezen. Nou ja, dat is eigenlijk dikke bullshit. Dus je houdt het gewoon op Nederlands. Ga je naar registreren. En dan zie je deze shit hier. Met wachtwoord, beveiliging, e-mail moet je gewoon gaan invullen. En dan druk je maar op registreren. En dan gaat hij zeggen, oeps, er is een foute melding gedaan. Maar de admin die krijgt dan daar een berichtje over. En die accepteert je dan. Heel simpel. Dus als je dan eenmaal hierin bent, nou, ik word automatisch doorgeschakeld. En dit laten we nu even voor het zijn. We gaan nu even naar de Galaxy Toolbar. Hier is de link. Lees het goed. Ja, lees. Je doet de video maar op pauze. En dan ben je eenmaal hierop. Dan druk je op dit kleine vinkje hier. Eerst staat hij op grijs. Voor veiligheidsredenen. En nu druk je dus op het knopje hier. Heel simpel. En dan doet Firefox alles vanzelf. Je hebt wel Firefox nodig. Om deze Galaxy Toolbar te gebruiken. Dat ben ik even vergeten om te zeggen. Maar dat heb je echt nodig. Want anders lukt het niet. Dat weet ik nog niet. Maar ik zou zeggen. Ik zou het met Firefox gebruiken. Dat is toch ook handig voor de mensen. Die nog ook dyslexie hebben. Zoals ik. Want dan zit er nog ook spellingskonden trollen op. Nou ja. Ben je hiermee klaar. Dan doet alles het voor zichzelf. Dan moet je even iets gaan selecteren. Nou, ik doe even mijn profielnaam. Druk ik op de rechter muisknop. Dan zie je hier de Galaxy plugin. Ga je naar GTP opties. En nu ga je denken, oh shit, dit wordt nu veel te veel voor mij. Nou, dat dacht ik ook eens, maar het is eigenlijk heel simpel. Bij deze hier, bij tool 1. Daaronder zie je naam. Daarbij zet je tool 1 neer. Heel simpel, gewoon tool 1. Bij de O-Game server na, daarbij ga je zetten andromia.ogame.nl. Als je niet weet hoe je dat moet gaan schrijven, hier staat die Andromia gebeuren. En O-Game moet je wel kunnen schrijven. Vergeet niet het puntje, hè. Even de verkeerde gedaan. Ja, daar is het. En dit is eigenlijk de meest belangrijke link die er is. En dat heb ik ook hierin gezet. Zonder dit is het eigenlijk, niks, dan heb je niks aan die plugin. Dus deze moet je erin knippen en plakken. Het is heel simpel. Gewoon dan selecteer je dit allemaal. Dan druk je op plakken. Klaar. De mijne die staat er al in. En dan komt er nog een factje erbij. De gegevens die je hier hebt gedaan, moeten nog ook hierin gevuld worden. Want hij heeft een account nodig. En ja, hier staat al Sony Boy met mijn wachtwoord. Wat is puntje, 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 puntje is. Niet letterlijk natuurlijk. Dan druk je op ok. Dan is je computertje even bezig en dan is het klaar. En dan komt nu het magische van de Galaxy Toolbar. Wat sommigen helemaal niet weten. Is dat je, je hoeft maar te kijken naar een melkwegoverzicht. En dan wordt het al automatisch al hier naartoe gekopieerd. Dus ik ga nu even naar het universum overzicht. En wat zien we hier? We gaan naar 1.401. Want dat is al meer dan een maand oud. Oh nee, dat doen we niet. We gaan naar Melkweg 7, die nog helemaal niet bekend is. Gaan we gewoon even random naartoe. Als hij klaar is, en dan gaan we naar Melkweg 7 met zonnestelsel 1. Dus daar gaan we even naartoe. Gaan we naar Melkweg. Tik-tak, 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 tik-tak. Nou. Enter gedrukt. En dit is van mij. Ja, van mij. Hoofdplaneetje. En dan kan je zien. Oh, helaas. Hier is helemaal geen ene flikker. Nou ja. En blauw betekent bij de Galaxy Tool statuspagina. Dat er geen gegevens beschikbaar zijn.
En nu kan je het niet even gaan pakken. Dus dan moet je even naar zonnestelsel stelsel 6 of naar een andere gaan. En dan opnieuw naar Melkweg 7 gaan. Duurt even een tijdje. Ah, kijk hier. En deze kleur geeft aan toegevoegd 1 dag oud of minder. Zou ik zeggen. En wat zie je hier? Helaas niks te zien. Dus dat klopt met deze O-game, met deze melkwegoverzicht. En dat is het eigenlijk. En het werkt ook met het werkt nog ook met spionrapporten. Dus eigenlijk is het gewoon simpel om te gebruiken. Nou ja, deze links komen onder de video daar zo te staan. En dat was het. Dit was Sony Boy met hoe je het moet gaan uitleggen. Heb je nog vragen? Stuur mij dan een berichtje via O-Game en niet via YouTube, want daar zit ik helaas amper op. Dat was het. Greets, Sony Boy.